Welkom bij Camper Kazen, Camper Verhuur. Ik laat u zien vandaag hoe onze Alcove Camper Challenger 394 werkt. We hebben er meerdere van in onze vloot, maar ze zijn allemaal praktisch hetzelfde. We beginnen met het sleutelgedeelte. We hebben twee sleutels, eentje voor de contact en voor de centrale vergrendeling van de cabinedeuren. En één sleutel voor de camperdeur en alle andere luikjes en kleppen die u vindt rondom de camper. De deur is nu op slot, dan geeft de hendel niet mee, draait hem even los en ik kan hem openmaken. Er zit een deurvanger op, zodat u hem vast kunt klemmen, dat hij niet met de eerste beste windvlaag weer dichtwaait. Om hem open te maken van binnenuit pak ik hier de hendel in de midden. Zo maak ik hem open en door hem in te drukken, 's nachts is het een nachtslot. Er zit een raam in de deur, zodat u ook met het rijden niet zoveel dode hoek heeft. En ook prettig om naar buiten te kijken als iemand voor de deur staat. U kunt deze verduisteren door deze verduistering omhoog te trekken of op iedere stand die u maar wilt, traploos te gebruiken. We vinden hier een hoorddeur om de vliegen buiten te houden. Hier het luik van de gasfles. Wij werken met LPG-flessen. Dat houdt in, u kunt hier gewoon met een LPG-pomp, benzinepomp, kunt u bijtanken. U kunt hier zien dat hij nu helemaal vol is. Het metertje draait met de klok mee naar leeg. En daar kunt u hem weer bijvullen. Hier vindt u de knop om hem open en dicht te draaien. Hij staat nu helemaal open. Een klein beetje dicht is altijd beter. Hier vindt u de nippels om in het buitenland te tanken. Normaal gesproken kunt u hem gewoon dicht houden. En kunt u hier met deze dop kunt u tanken, de Nederlandse nippel, bajonet erop, slagje draaien, hendel overhalen, u drukt op de knop van de pomp en hij slaat vanzelf af als hij vol is. Moesten we in het buitenland tanken, deze is voor Frankrijk, Italië, deze voor Duitsland en België en hier nog een speciale nippel voor Italië en voor Spanje en Portugal. Als u dus in het buitenland moet tanken, dan pakt u een van de nippels, u draait hem met het schroefdraad in de Nederlandse nippel, draait hem handvast. Zet de buitenlandse pistool erop, drukt weer op de pomp, totdat u tot de pomp afslaat, dan is de fles vol. Hij slaat automatisch af bij 80%. Dus ideaal hoef je in het buitenland niet te zoeken naar gasflessen of andere, gewoon bij het tankstation even bijvullen. Berg het maar even op, hang het in het zicht, kan je het altijd vinden. Het open en dicht van deze luikjes werkt door middel van deze puntjes. Nu is hij op slot, kan ik hem niet trekken. Als ze van elkaar afstaan, deze puntjes, kan ik het deurtje openmaken. Ik zet hem dicht. Daarna kan ik met de sleutel een kwartslag draaien, zodat het slot in het verlengde staat van het hendeltje. Kan ik hem gewoon indrukken. Nu is hij helemaal geblokkeerd. Het openmaken gaat dus gewoon door hem uit te draaien en open trekken. Even een handigheidje. Het werkt op alle deuren hetzelfde. Als u dit helemaal onder de knie heeft, geen enkel probleem. Komen we hier bij de roosters van de koelkast. Heeft hij niet veel van doen. De koelkast is volautomatisch, dus die kijkt zelf wat hij het beste kan gebruiken. 12 volt, 220 of gas. Dus u hoort af en toe wat tikken of brommen op het moment die overschakelt van gas naar 12 volt of naar 220. Vervolgens vinden wij de afvalwatertank. Hieronder ziet u een pijpje zitten. Dit afvoerpijpje. Daar komt het afvalwater uit op het moment dat u deze schuif opentrekt die hier zit. Hij is nu leeg, dus er komt niets uit. Je hoeft maar een 10 centimeter open te trekken en dan loopt hij leeg. Dat lege doet u meestal op een plek waar u ook water kunt bijvullen. De meeste camper servicepunten zijn voorzien van een plateau waar u op staat, wat afloopt richting een put. Kunt u gewoon open trekken terwijl u water gaat bijvullen of uw wc legen en ondertussen is ook uw afvalwatertank weer leeg. Tussentijds lozen is ook best handig. Je kan gewoon 100 liter water meenemen, maar het is ook 100 kilo zonde. Plus dat het in de warmere tijden nare luchtjes kan veroorzaken door het broeien. Dus beter gewoon tussentijds legen. Dan komen we hier bij het grote luik hier aan de zijkant. Ook wel genoemd de garage. Een hele grote bergruimte. Waar u tafels, stoelen, barbecues en alles mee kunt nemen. U vindt er een aantal spullen welke geleverd worden bij de camper. Dat is de waterslang voor het vullen van het water. Alsmede ook een gieter om water te vullen. De kabelhaspel om stroom aan te sluiten. Met daarop een verloopje om hem naar de camper te zetten. En een verloopje om hem op een gewoon stopcontact te kunnen aansluiten. De waterslang is bovendien voorzien van een Garena-koppeling. Kunt u eenvoudig hier afhalen. Op verschillende kranen draaien, net welke maat het is. En u kunt uw slang aankoppelen. Dat is een ander systeem, ook voor onderweg.
Hier vindt u oprijkeggen. Kunt u de camper oprijden als de camper wat schuin staat, zodat u toch redelijk waterpas komt. Een bord voor de fietsendrager achterop. Dient u te monteren die nu naar Spanje of naar Italië gaat. Dan vindt u nog een gevarendriehoek hieronder deze groene. Een installatiematten set voor de voorruiten als het erg koud wordt. Ondertussen gaat de fietsendrager omlaag, hoor ik. En u vindt hier een krikset en een wielsleutel. En alsmede daar achterin de reservewiel. Wat we hier ook vinden is deze slinger. Deze is bedoeld voor de luifel. De luifel is voorzien van een oog waar deze haak precies in past, uiteraard. Ik draai hem rustig los. Ik draai hem zover dat ik er makkelijk bij kan. Wacht ik er eventjes. Ik pak de poten, die trek ik naar buiten aan de buitenkant en aan de binnenkant hier. Laat hem zijwaarts zakken, draai het vergrendelingsknopje los boven. Laat hem zakken en draait hem weer vast. Dat doen we ook hier aan deze kant. Draai hem weer vast en dan gaan we de luifel verder uitdraaien. Want hij kan maar liefst 2,5 meter naar buiten, zodat u lekker een veranda heeft om op te zitten. Poot even verzetten, zodat u geen kans heeft dat u onderuit schiet. Want als het hele gewicht van de luifel aan de wand gaat hangen, is niet een optimale omstandigheid. Draait hem door totdat hij slap hangt. Draait hem iets terug, tot hij weer strak hangt. Heeft u een heerlijke plek waar u kunt zitten met uw tafelstoelen. Is bovendien waterdicht. Het water loopt gewoon er vanaf, het laat geen water door. Heeft wel het nadeel dat hij vol kan lopen. Het doek is iets wat elastisch, waardoor er een waterzak kan ontstaan in de luifel. Om dit te voorkomen draaien we deze luifel aan deze kant een stukje omlaag, zodat hij goed afloopt en het regenwater allemaal hier onder aan de poot eindigt. Een luifel is een fantastisch ding, alleen hij heeft een raar of minder leuke eigenschap. Hij weegt bijna niets. En hij vangt enorm veel wind. Dus als u weggaat of als het weer omslaat, het gaat wat harder waaien, draai uw luifel in. Want voor het weet ligt hij op het dak of ligt hij op de grond. Dus ook al is het mooi weer, je gaat weg, het weer kan zomaar omslaan. Het kan hard gaan regenen waardoor hij instort. Het kan hard gaan waaien waardoor hij op het dak legt. Neem geen risico, het is toch een redelijk kwetsbaar onderdeel. We hebben ook nog een set extra spanbanden, die wordt eerst bijgeleverd bij de camper. Die schuift u hier in deze rails. Kunt u afspannen naar de grond als extra veiligheid. Mocht er onverwachte windvlaag komen, dat niet gelijk de luifel omhoog ligt. We gaan hem erin klappen. Ik zet het pootje naar binnen. Dat doen we ook aan deze kant. Dan kan ik hem in één keer indraaien. Ik draai hem weer aan totdat ik er nog bij kom. Pak het pootje. Schuif hem omhoog. Ik kan hem hier vasthouden met mijn vingers of met mijn duim. Net wat het handigst is. En ik draai deze weer vast. Let er bij het inklappen van de poot goed op dat deze goed vlak zit. Even weinig aan de poot. Dus niet zo staat. Want dan steekt hij uit. En dan gaat hij niet goed in de bak. Als hij goed plat zit, legt hem in de bak. En u drukt hem aan in het midden en aan de kopkant. Deze hetzelfde verhaal. Omhoog. Even plat leggen. In de rails. En hij zit weer vast. Dan draai je het laatste stukje in, zodat hij weer veilig opgeborgen wordt voor onder het rijden. Er zit een rood lipje aan de bak. Als die in is, is de luifel in, maar dat spreekt eigenlijk bijna voor zich. Nu is hij gewoon goed gesloten. Deze bergen we weer op in de garage. In de garage vindt u ook nog een rails. Dan kunt u gebruiken deze ogen om te verschuiven en daar bijvoorbeeld de tafelstoel tegenaan te zetten en met een elastiek vast te zetten tegen de achterkant, zodat het niet alle kanten opstuitert. Voor in het donker vindt u ook nog een lampje hier. U vindt daar om de hoek ook nog een aansluiting voor stopcontact. En een aansluiting voor 12 volt. Het opladen van eventueel fietsaccu's of andere apparatuur, altijd makkelijk. Door deze fietsdrager omlaag te klappen, door de riempjes even los te maken, zet uw fiets in de goot. Zet hem op een van deze steunen. Iedere goot heeft zijn eigen steun. Deze steunen kunt u alle kanten opdraaien, zodat u altijd wel een stuurpen of zadelpen vindt waar u hem aan vast kunt zetten. Dat doet u met die. En deze zet u door de velg. Kunt u nog verschuiven om het laagste punt van de velg te pakken. Schuift hem ertussen en trekt hem aan. En ook deze kunt u eenvoudig
door het rode pinnetje stoppen en aantrekken zover als nodig is. Heeft u een kabelslot bij uw fietsen, doe er even kabelslot om de fietsendrager en het pakketje fietsen heen. Dat een ander ook niet denkt van klik-klak, lekker makkelijk. Het is altijd voor de veiligheid een goede borging. Als u hem niet gebruikt, kunnen we het beste met deze even vastzetten. Zodat u de fietsendrager altijd op zijn plek blijft zitten. Normaal op de camping vindt u deze aansluiting, of deze, kunt u deze erin stoppen. Mocht het niet zo zijn en u heeft een gewone stekker nodig, kunt u deze erop zetten om in een gewoon stopcontact te stoppen. Zorg dat deze bij de camper komt. Pakt dit klepje. Deze even open trekken en deze er overheen schuiven. En vervolgens zet u deze hier in de haspel. Deze haspel kunt u ook nog een paar andere stekkers bijsluiten. Mocht u een tentje mee hebben en u wilt een snoertje richting de tent aankoppelen, kunt u het eenvoudig erbij aansluiten. Het verwijderen van de kabel doet u door dit lipje in te drukken. Doe het even zo en dan kunt u hem er gewoon uittrekken. Doet u dat niet, dan wordt hij vastgehouden op het klepje met dit haakje. Dus altijd even het hendeltje indrukken. Vervolgens ook even zorgen dat deze goed vast zit. Dat hij niet gaat klapperen onder het rijden. Want anders dan, ziet u dat hele tijd in de spiegel heen en weer gaan. En ik vind het altijd afleidend. Dan hebben we hier, zoals erop staat, de wc. De toilettank. De camper heeft dus een aparte afvaltank voor het zogeheten grijze water. Wat van de douche, van uw wastafel en van de gootsteen is. En de toilet wordt apart opgevangen in deze wc-tank. Deze hendel houdt u omhoog, waardoor hij hier vrij komt en u kunt de tanker heel eenvoudig uittrekken. U kunt hem zelfs nog verder uittrekken, deze hendel. Mocht u verder op de camping moeten, kunt u rijden met de tank, hoeft u niet helemaal te sjouwen. Is u op het toilet, of het punt aangekomen waar u het toilet kunt plegen. Meestal hebben ze aparte voorzieningen. Bij een camper servicepunt is het bij het watertappunt altijd onderaan waar u hem kunt legen. Draait u deze dop eraf, eenvoudig. En u gaat hem legen door deze knop in te drukken om te ontluchten. En dan kunt u hem in één keer legen. Daarna hier wat water in stoppen, even goed spoelen en weer legen. En vervolgens een bodempje water erin leggen. Dat is nodig omdat wij werken met wc-tabletten. U krijgt deze er ook bij geleverd. Een pot met pillen staat in de wc. Je kunt die deponeren in de tank en die houdt de tank lekker fris en zorgt voor de afbraak van de afvalstoffen, zoals het zo mooi heet. We werken sinds kort met biologische tabletten. Die, zijn helemaal, die werken met bacteriën, zijn helemaal biologisch afbreekbaar. Zodat het legen van de tank in wezen eigenlijk overal kan. U heeft geen schadelijke chemische stoffen in de tank zitten. Let er goed op bij het terugzetten van de tank. Dat deze knop altijd in de juiste positie zit. Dus deze positie, dus niet dwars, want dan past hij er niet in. Hij moet er zo in een bekje grijpen en deze klep zo om zit en niet de andere kant op. Dan kunt u hem eenvoudig erin zetten en dan gaat hij zonder enige tegenstand gaat de tank erin. Moet u te hard duwen, dan zit iets niet goed. Zorg dat deze goed verhendeld zit op de bodem. Klepje dicht. Goed dicht en weer op slot, zodat een ander er ook niet aan kan komen. En is het weer veilig. Dan hebben we hier de Technibox. Nou, hij is al los. U denken, eerst de knopjes indrukken, dan aan de klep trekken. Dus niet eerst aan de klep gaan trekken, want dan kunt u drukken wat u wil, maar dan ongrendelt u niet. Eerst indrukken en dan open trekken. Dan zien we hier de vulbuis van de watertank. Die draaien we naar buiten. We draaien de dopper af. Waterslang erin of met een gieter het water erin gieten. Op het moment dat die overloopt, is hij vol. Heel simpel. Er kan 100 liter water in. Als u met veel personen bent en een behoorlijke lading, is het verstandig om de tank niet helemaal vol te gooien. Want 100 liter is ook 100 kilo. En dat is allemaal extra gewicht. Dan kunt u weer andere dingen voor meenemen. Hiernaast vindt u de Technibox gedeelte Elektra. Met daarin de 220 Aatlek en twee groepen. De omvormer die van 220 12 volt maakt om de accu's bij te laden als u op de camping staat. En de zekeringen van de camperonderdelen met daarbij de icoontjes waar het van is. Normaal gesproken hoeft u hier niet bij, maar mocht er wat wezen, u heeft ons aan de lijn. En we vragen om er even naar te kijken, weet u in ieder geval waar het zit. Ook deze doen we weer even slot. We komen hier bij de in- en uitlaat van de boiler. De camper is voorzien van een dieselkachel, welke achter onder de camper hangt, of hier zijwaarts onder de camper. Die loopt op diesel uit de tank.
moet er altijd op letten dat u minimaal een kwart in uw tank houdt. Want het pijpje van de kachel zit iets hoger in de tank als de motor. Zodat u nooit de tank leeg kunt stoken met de kachel waarna u niet naar de pomp kunt rijden om te tanken. De boiler die gaat op gas op de LPG-fles die aan de andere kant zat. En die zorgt voor het warme water. Even de deur losmaken. Dan vinden we hier de tankklepjes. Die zijn bij geen sleutel, geen slot. Ze worden geblokkeerd door de deur. En als u de deur open hebt, u kunt het pistool er gewoon in stoppen en gaan tanken. Er zit geen dop op die eraf hoeft te schroeven of wat dan ook. Hieronder vindt u een blauw knopje. Dat is voor de AdBlue. Hij geeft op een gegeven moment vanzelf aan wanneer dat nodig is. U krijgt hem afgetankt mee met AdBlue. Er zit 21 liter in. Kunt u afhankelijk van de omstandigheden tussen de 3.500 en de 5.000 kilometer rijden. Dat hangt een beetje van de bergen af en de snelheid en dat soort dingen. Hij geeft ruim van tevoren in de display van de auto aan als u hem zou moeten bijvullen. 2.000 kilometer voordat hij leeg zou zijn, dus u heeft alle tijd om het te vullen. Tegenwoordig vind je het al meer op de pomp, grote witte kasten waar AdBlue op staat. En anders hebben ze het in flesjes of vaatjes in de shop van de tankstation. Tot zover het buitengedeelte. Ik laat nog even zien, mocht u ooit de motorkap open moeten maken, om wat voor reden dan ook. Er zitten geen hendeltjes op het dashboard. Dat gaat ook met de contactsleutel. U zet hem erin. U ziet hier een 1 en een 2 staan op dit icoontje. Dus de houding gaat eerst naar 1. Dan gaat hij los. En dan naar 2 om hem te ontgrendelen. U kunt het uitzetten met deze steun. En dan kunt u de motor bekijken. We leveren hem altijd af met een gecheckt oliepeil met een volle ruitersproeier tankje. Oké, we gaan naar binnen. Hier vindt u een groene knop. Dat is de hoofdschakelaar van de camper. Die dient er alle tijden aan te staan. Dan functioneert ook het zonnepaneel en de koelkast en alles. Dus die blijft altijd aanstaan. Daarnaast hebben we nog een aantal andere schakelaars. De hoofdschakelaar verlichting. Als ik die uitzet, heb ik totaal geen verlichting. Die laat ik ook altijd aanstaan en dan kan ik met de hoofdschakelaar hier en alle schakelaars die erin zitten verder bij de lampjes kan ik de verlichting afzonderlijk aanzetten. Ik zet ook de waterpomp aan, waardoor ik waterdruk opbouw en de druk op de leiding blijft staan. Op het moment dat u dan tapt, gaat u vanzelf bijdraaien, hoort u wat brommen en hij vult de druk weer aan. Als laatste hebben we hier de buitenlamp. Buitenzijde van de camper vindt u een buitenlampje. Als u voor de camper zit en wat verlichting nodig heeft, kunt u hem hiermee aanzetten. Dan hebben we hieronder een aantal niveaumeters. De eerste hieronder is de accu van de camper. De camper is voorzien van twee accu's, een startaccu en een huisuitaccu. Dit is de huisuitaccu waar de hele camper op draait. Deze is nu helemaal bommetje vol, het is mooi weer. Er zit ook een zonnepaneel op het dak. En dat zonnepaneel laat altijd deze accu bij, zodat u waar u ook staat altijd voldoende stroom heeft. Daarnaast vindt u de startaccu van de motor. Die wordt alleen gebruikt voor het starten van de auto en het functioneren van de auto. Dus dat doet niks met campergedeelte. Mocht u uw camperaccu helemaal leeg getrokken hebben door alle verlichting aan te laten staan dagenlang. Op het moment dat u de motor start, gaat hij allebei de accu's weer bijladen. Dus dat is altijd een goede zaak. Daarnaast vinden we nog de watertank. U ziet deze is ook ruim vol nu. U kunt u onderweg bijhouden hoeveel water u nog heeft. Vervolgens de helderheid van deze display kunt u trapsgewijs hiermee stellen. En hieronder vindt u nog een kootje met een afvalwaterteken. Afvalwatertankteken. Als hier een rood lampje gebranden is de afvalwatertank vol. Eigenlijk moet je dat zien te voorkomen door wat ik al zei. Op het moment dat u water gaat bijvullen, altijd ook water legen. Je gebruikt wat water voor andere dingen, dus dan red je het altijd. Want ze zijn allebei 100 liter. En je houdt nooit 100 liter over. Dan hebben we hier nog twee icoontjes. De onderste is een stekkertje aan een snoertje. Dan gaat hier een groen lampje branden op het moment dat u de stekker in de camper heeft gestopt en ook aangesloten heeft op de stroompaal van de camping. Op dat moment werken de stopcontacten in uw camper ook. Die werken normaal gesproken niet. Die werken alleen als u van buitenaf stroom erop zet. Dus het is wel eens een... Voor mensen die nog nooit gecamperd hebben, die denken een stopcontact is een stopcontact. Maar helaas, er moet stroom aan de buitenkant staan om hem te laten werken. Mocht de huisaccu vol zijn, dan gaat dit icoontje branden en dan gaat hij ook de andere accu bijladen. Ziet u daar ook een lampje verschijnen. En dan hebben we hierboven nog twee knopjes, of eigenlijk dit is geen knopje, dit is de sensor van de kachel. En hier is bediening van de kachel, dus deze voelt hoe warm het is en hiermee kunt u de kachel instellen. Deze kachel kunt u warm zetten door dit bovenste knopje in te drukken. Dan gaat hij ook rood branden. En dan kunt u met deze knop kunt u de temperatuur regelen.
Dat is een beetje zoeken, maar in de midden heb je een beetje de huiskamertemperatuur. Wilt u het iets warmer hebben, draait de streep iets dikker. Dan gaat de kachel wat langer door, maakt hij het wat warmer. Zijn het nu warmere dagen, zoals vandaag, kunt u hem uitzetten. En nu kunt u hem op koud zetten. Dan haalt hij lucht van onderuit de camper en dan blaast hij door de camper heen. Dat is dus gewoon een stukje ventilatie. Het is geen koeling, het is puur ventilatie. Maar het kan wel heel behagelijk zijn op warme dagen. Ik zet hem weer even uit, dan hebben we geen last van de herrie. Hierboven vinden we nog weer een stopcontact en een 12 volt sigarettenaansteker stopcontact met daarop de aansluiting van de tv. TV leggen we even apart uit voor degenen die het erbij gehuurd hebben, sla ik nu even over. Dan gaan we naar het keukenblok. De keukenkastjes boven, eigenlijk alle bovenkastjes, grijpt u in de midden vast. Dit hendeltje knijpt u in, gaat het haakje los en dan kunt u hem ontgrendelen. U vindt ook in dit bovenkastje nog weer een extra 12 volt aansluiting en daar ook de controller van het zonnepaneel. Dus als u denkt van wat is dat voor kastje, niks aan de hand, dat is gewoon degene die zorgt dat uw accu wordt opgeladen. Ene kastje is wat hoger, andere met een plankje, dat u de grote en de kleine dingen allemaal kwijt kunt. Hieronder vinden we nog de verlichting. Dat is dit drukknopje indrukken en heeft u verlichting boven op de aanrecht. Er zitten hier nog twee kleine knopjes. De een daarvan is de sfeerverlichting van de camper en de andere is de nachtverlichting. Sfeerverlichting geeft wat randverlichting onder de aanrecht bijvoorbeeld. En de nachtverlichting geeft een blauw lampje. Het fornuis. Indrukken. En draaien, even vasthouden totdat hij brandt. Dat hij warm is, kunt u hem loslaten. Ook deze. Even loslaten. Vasthouden en weer loslaten. Zit voorzien van een uitwaaibeveiliging. Op het moment dat de pit uit zou waaien, omdat die bijvoorbeeld bij de deur zit hier of het raam open staat, stopt automatisch de gastoevoer, zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De deksel van de fornuis is een afleggruimte en geen snijplank, zeg ik er even voor de zekerheid bij. Sommige mensen denken dat het wel zo is, maar het is puur om het te kunnen gebruiken om iets op te zetten. De spoelbak is net als thuis gewoon een eengreeps mengkraan. Voorzien van de stopjes. Stopjes zitten hier in deze spoelbak, maar ook in de douchevloer en in de spoelbak van de douche. Onder het rijden het beste altijd om ze erin te laten. Met name in de bergen kunnen er wel eens rare luchtjes uit de afvalwatertank anders omhoog komen. En dat ruikt niet helemaal fris binnen in de camper. Dan krijgen we het raam. We staan er zo mooi bij hier, pak ik gelijk even mee. Het raam is voorzien van een verduistering. Dat kunt u door het inknijpen van deze knop. Kunt u die op verschillende manieren verstellen. Hij heeft ook een hor. Die kunt u hier aan vastklemmen. Even kijken. Zo. Als u aan elkaar zit, kunt u in iedere stand stellen net zoals u wilt. Om hem los te maken, knijp ik hem weer in. En dan kan die naar boven en deze weer naar beneden. Wil ik nou wat meer ventilatie, kan ik dit knopje indrukken en dit hendeltje omdraaien om het raam te ontgrendelen. En als ik ze alle drie gedaan heb, kan ik het raam naar buiten drukken. Met een klikje kan ik hem uitzetten. Een klikje verder kan ik hem helemaal openzetten. En als ik hem dan met iets doorzet en terug, kan hij dicht. En hij kan eventueel ook nog op het frame van het raam worden gezet met het bekje. Waardoor u een ventilatiestand heeft. En men kan niet het raam open krijgen. Heeft u toch een stukje ventilatie. Onder het rijden uiteraard altijd dicht doen, want dan gaat het enorm gieren. Dicht is weer achter het frame en allemaal weer eventjes klik dicht doen. Hiervoor vinden we nog de besteklade. Denk erom dat u voordat u gaat draaien heeft gecontroleerd of de lade ook afgesloten is. Anders bij de eerste beste bocht zeil de la open. Lekker ruime kastjes om al uw keukenmateriaal weg te bergen. Ook weer voorzien van drukknoppen zodat ze tijdens het rijden dicht blijven. We hebben hier de koelkast. De koelkast opent u door hem te kantelen en naar de toe te halen. Het vriesvakje klapt u naar de toe, naar beneden. Hier beneden hebben we nog een la waar u flessen in kunt zetten. Een verdeler om die flessen goed klem te zetten, zodat ze niet kantelen tijdens het rijden. De koelkast zelf is heel eenvoudig te bedienen. Hier zit een knopje aan de linkerzijde. Ik druk hem even in totdat hij oplicht en dan laat ik hem los. Ik zorg dat hij op automaat staat. Automaat houdt in dat hij zelf kijkt of er gas 220 of 12 volt nodig is. En ik zet hem op 4 streepjes, dan is hij eigenlijk altijd goed. Als hij normaal start, wat hij nu dus gedaan heeft, wordt hij zwart. En dan ziet u alleen hier nog een heel klein groen knopje
als het goed is, als u recht in het knopje kijkt. En anders drukt u heel even het knopje in en dan ligt het display weer even op om te laten zien dat alles in orde is. Mocht er iets fout zijn, dan knippert hij gewoon verlicht om aandacht te vragen dat er iets fout is. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de gasfles dicht staat of het gas op is. Hij schakelt helemaal zelf om, dus u hoeft er eigenlijk voor de rest helemaal niet naar te kijken. Hij zoekt zelf de ideale bron. We hebben hier nog een opbergkastje voor heel wat spullen. En onderin een kastje waar u ook nog wat spullen kwijt kan en daar ook een aantal gaskranen vindt. Als u de gas moet afsluiten, kunt u best de fles dichtdraaien. Maar mocht er een afzonderlijk apparaat afgesloten moeten worden, kunt u dat hier beneden doen. Is in de praktijk niet echt nodig. Maar dan weet u waar het voor dient. Dan komen we hier bij de grote hangkast. Ik ga even opzij. Dat is een combinatie van een hang- en een legkast. Kunt u heel wat spulletjes in kwijt onderweg. Heerlijk opbergen. Ook in de opstap van het bed vinden we nog bergruimte. Overal is gedacht om ruimte te gebruiken. U kunt ook binnendoor nog naar de doorgang van de garage. U kunt hier wat kratten met spullen inzetten. U kunt eenvoudig pakken en de boel weer afsluiten als u het niet nodig heeft. Het bed zelf heeft ook nog een eigen dakluik. Want met warme dagen is het wel lekker als u kunt ventileren. Het raampje openzetten, het dakluik open, dat het lekker even doorwaait. U kunt ook, als u hem dicht wil hebben, hem verduisteren. Zodat u een ongestoorde nachtrust heeft. Ik draai hem weer even dicht. Onder het rijden altijd even checken of uw dakluiken dicht zijn. Want het is gevaarlijk om ze open te laten staan. Mocht u wat privacy willen, kunt u hem eventueel nog afsluiten met een gordijntje. Nou, dan komen we bij de badkamer. We hebben hier nog een verlichtingsschakelaar voor de verlichting hier. En in de badkamer vinden we de lichtschakelaar hier aan de zijkant van het wastafeltje. Is een heel klein bescheiden knopje voor de verlichting hier. De douchedeuren onder het rijden vast laten zitten met deze elastieken. En als u de douche nodig heeft, eenvoudig losmaken en kantelen. Ook aan deze zijde om de bol af te sluiten om te kunnen douchen. Ook weer een 1-greeps mengkraan met een douchekop en hetzelfde dakluikje. Eenvoudig dakluikje weer, open en dicht. Hier geen verduistering, want is in de badkamer niet nodig. Hier hebben we wel een kledinghanger of een hanger om uw handdoek op te hangen. Natte jas uit te hangen, altijd heel praktisch. Als u niet nodig heeft, laat u hem gewoon omhoog zitten. Deze weer even dicht. Zeker niet vergeten onder het rijden, want als ze gaan klapperen, dan wordt het een zootje. Hier vinden we nog wat kastruimte om wat spullen op te bergen. Hierboven nog een kastje. En hier achter het toilet de pot met de wc-pillen. Dit zijn nog onze oude pillen. We zijn nu aan het overgaan op de biologische, maar deze moeten nog even op. Dus de komende weken worden deze nog gebruikt en daarna gaan we over op onze nieuwe. En de wc kunt u draaien, zodat u eventueel veel meer ruimte kunt maken om te zitten. U kunt hem openzetten. Hieronder vindt u de hendel. Als u deze overhaalt, dan opent u de tank. U doet de boodschap, u spoelt hem door met deze blauwe knop hierachter en u zet hem weer dicht. En klaar is Kees. Hier vindt u nog een uitstroomopening van de verwarming, dus ook in de badkamer is het heerlijk warm als het wat kouder weer buiten is. Weer voorzien van een raampje en een dakluik zodat het ook weer lekker kan ventileren. En voor de rest het stopje er weer in laten onder het rijden, zoals ik al zei. Hebben we hier nog een 220 aansluiting. Voor op de aanrecht, als u hier een keukenmachine zou willen gebruiken. Dus er zitten er eigenlijk eentje achter, eentje hier en een hierboven. Deze kastjes gaan allemaal weer open met de knijpsluiting, zoals al eerder uitgelegd. Hiervoor vinden we hier om de zijkant twee USB-poorten. Die kunt u gebruiken onderweg, ook als u stilstaat, om uw telefoon of uw tablet te laden. Op het bed heeft men eigen leeslampjes erbovenin, een laddertje om hierin te komen en hier kan ook nog een plank naar boven geklapt worden. Mochten we kleinere kinderen hebben, u is bang dat ze eruit valt, is dit een mooie extra veiligheid. Ook hierboven heeft men een eigen raampje, een eigen dakluik met verduistering en nog wat bergruimte waar ze hun eigen spulletjes in kwijt kunnen. Onder het rijden kan je hem gewoon opklappen als hij niet wordt gebruikt, zodat je makkelijk instap hebt in de cabine. In de cabine hebben we hier de gordijntjes om 's avonds te verduisteren. Wat bergruimte om zonnebril, telefoons, kaarten en dergelijke op te bergen.
U kunt deze zitgroep eventueel nog iets groter maken als u met meerdere personen bent, uit te trekken en dan deze kussens ertussen te leggen, waardoor je nog langer kan zitten. En u kunt ook de tafel, door het omlaag trekken van deze knop, kunt u de tafel ontgrendelen, kunt u erbij draaien en dan heeft u nog langere tafel. Het zij om te gebruiken bij de keuken, het zij voor degenen die hier zitten te borrelen. U bent flexibel. Deze tafel kunt u ook nog wat verstellen. Stel voor dat u een kinderzitje daar wilt zetten. Zeg, nou, ik zet hem even wat ruimer, zodat ze goed hun benen kwijt kunnen. Of ik zet hem juist wat meer ernaartoe, zodat ze goed kunnen tekenen. U kunt het zelf aanpassen. Als u nog extra slaapruimte nodig hebt, we hebben tenslotte twee slaapplaatsen daar en twee daar. Maar we hebben wel zes gordels, want ook hieronder zitten nog extra gordels voor persoon nummer 5 en 6. Als die moeten slapen, kan ik deze tafel eruit halen. Ik kan deze poot eruit trekken en de tafel ertussen leggen. De randen hier, die uitsteken. En dan kan ik de rugleuning erbij pakken om een extra bed te maken. Deze even omdraaien. En we hebben nog een extra kussen, die ligt nu achter in de bergruimte. Dan kunt u er één geheel van maken en heeft u hier ook nog een extra bed. Dus maximaal 6 personen slapen en 6 personen reizen. Bouw maar even terug. Ziet er ook de gordels weer zitten. Hieronder zit nog een extra bergluikje. Een beetje verstopt. De spullen die je niet veel nodig hebt, kan je daar mooi kwijt. Deze weer even terug. Hoppakee. Die er weer tussenuit. We doen de poten weer even in. En we haken de tafel weer in de rails. Even kijken, zo. En hij zit weer vast op zijn plek. Deze terug toveren hier naartoe. Deze weer inschuiven. En we kunnen weer makkelijk doorlopen. Mocht u nog een echte zitplaats nodig hebben, is het ook nog mogelijk om deze rechter voorstoel bij te draaien. Even kijken, een klein stukje omdraaien. Dat doe ik dus door deze hendel naar buiten te trekken aan de voorkant, waarna de stoel zich ontgrendelt en dan kan ik hier ook nog een zitplaats creëren. Het wordt wat krap allemaal, maar het is mogelijk. Het grote dakluik wat hier centraal in het midden zit, is voorzien van een hor en een verduistering. Als u op reis gaat, het dakluik is dicht en is een felle zon, nooit helemaal dicht doen. Want dan heb je kans dat het hier tussen zo warm wordt dat dit plastic helemaal gaat verbuigen van de warmte. Ik zet hem even open en ik pak de slinger. Ik draai hem los naar boven. Ik kan in iedere stand, ik kan de slinger weer op zijn plek zetten en ik kan heerlijk ventileren. Wil ik hem inklappen, dan moeten we dus even in de gaten houden. Hier zit een sleufje en die zit ook aan de andere kant. Ga ik hem weer eventjes de andere kant op slingerend afsluiten. Want als je hem dicht draait, heb je de kans dat je denkt van mooi, hij is dicht. Ik ga raaien en onder het raaien begint het dakluik te klapperen. Want hij is niet goed gesloten. U draait hem iets verder en dan zit er hier een rood streepje tevoorschijn komen. Op dit moment is hij ook geborgd. U kunt altijd voor de zekerheid nog even voelen. Maar draai hem zo ver in dat u die ziet. Ga niet nog een extra slag maken. Dit is ruim voldoende. U doet de slinger weer terug en het dakluik is weer in gesloten positie. Zo, dan zijn we nu toegekomen aan de cabine van de Ford Transit. Deze cabine is voorzien van een gordijn om af te scheiden van het campergedeelte. U kunt 's avonds de ramen dicht doen, zit u lekker privé. Achter deze gordijnen vindt u hier nog een verstopt lichtknopje voor het leeslampje wat u hier vindt in de cabine. En hierboven vindt u de USB-aansluiting voor de telefoon. De bediening van de cabine zelf en de auto gaat door middel van deze klapsleutel in het contact. Net als bij een reguliere auto eigenlijk. Contact even aan. U vindt hier in het midden een centrale display waarin u het verbruik kunt uitlezen, de kilometerstand, maar ook nog allerlei andere zaken. U kunt die bedienen met deze knoppen. Kan ik eventueel een gemiddelde snelheid, hoeveel ik nog kan met mijn brandstof bijvoorbeeld. Even kijken, dat moet deze zijn. Resetten. Ik kan nu nog 598 kilometer met een volle tank bijvoorbeeld. Kunt u mij spelen onder het rijden? Altijd grappig.
U vindt hierachter twee hendels. Deze is voor de ruitenwisser, de interval en het aan en uit. En aan deze kant de richtingaanwijzers en het groot- en dimlicht schakelen. De lichtschakelaar zelf vindt u hier aan de zijkant. Is voorzien van een grote draaiknop waarmee de verlichting aanzet. En een klein knopje waar u de hoogte van de koplampen eventueel kunt instellen naar gelang de belading van uw auto. Dat u een tegenligger niet verblindt. U vindt hier ook de mistlampen voor en de mistlampen achter. Let er wel op dat de verlichting niet automatisch uitgaat. Als u de verlichting nog aan heeft staan, geeft de auto een pingeltje af. Ten teken dat de verlichting nog brandt. Dus u doet hem zelf even uit met de uitschakelaar. Hiernaast vindt u de spiegels. Bij de spiegels die hier buiten zit, is alleen de bovenste spiegel elektrisch verstelbaar. Kunt u eenvoudig een pijltje kiezen links of rechts. En dan met de knop kunt u de spiegel verstellen. De onderste spiegel dient u met de hand in te stellen. Is een bolle spiegel voor de dode hoek. Heeft een heel breed blikveld, dus hoeft eigenlijk maar eenmalig te worden ingesteld. Hier op de deur vindt u de bediening van de ramen. Dat spreekt voor zich. Het openen van de deur en hiernaast ook de mogelijkheid om de deuren op slot te zetten of weer los te maken. Dan hebben we hier achter verstopt, achter stuur, een knopje waarmee u de dashboardkastje hiervoor open kunt maken. U vindt daar een extra sigarettenaansteker voor bijvoorbeeld uw telefoonlader of uw navigatie. En een aansluiting voor een AUX koptelefoonaansluiting waarmee u op de radio deze ingang kunt kiezen. Vervolgens kunnen we het sturen nog verstellen. Dat is een hendel hieronder. Ik klap hem voorzichtig naar beneden. En ik kan dat stuur zowel axiaal als hoog en laag kan ik hem verstellen. U zet hem in de positie die u wilt hebben. Doet voorzichtig de hendel weer terug. U ziet hier op de linkerzijde binnen het stuur nog een paar knopjes zitten. Die zijn van de cruise control. Die activeert u door het indrukken van het knopje. Gaat er een lampje branden. U ziet het ook hier op de display. Als ik hem aanzet, dat hij in standby gaat. Op het moment dat ik hem wil kiezen, druk ik op plus of op min. En dan ziet u ook de snelheid verschijnen in het display. U kunt iets harder of zachter door de plus en min te gebruiken. En u kunt hem loslaten. Ik weet niet of de knop te zien is hier aan de onderkant. Cancel en release. Daarmee kunt u hem loslaten of weer terugpakken. Als u de cruise control even kwijtgeraakt is doordat u op de rem moest trappen, hoeft u niet opnieuw precies de 100 kilometer weer in te stellen. De automaat is een echte dubbele koppelingautomaat, een hendel om de keuze te maken tussen de versnellingen en een display, ik zal hem even aanzetten, waar u kunt volgen in welke versnelling hij staat. Hij staat nu in de P, dus u ziet hier een P staan. Op het moment dat ik aan de hendel trek, gaat hij ook naar het desbetreffende icoontje toe. Ter controle, want u zit natuurlijk hier bij de hendel, ziet u ook gewoon de P staan, de R van return achteruit, de N van neutraal en de D van drive. Daar extra vind ik nog de M van manual. Op het moment dat ik hem met deze hendel hierachter losmaak, indruk, dan kan ik een keuze maken uit een versnelling. Zo zit hij vast, ik knijp hem in en dan kan ik naar de P of naar een ander. Als ik hem even losmaak, vanuit de P en dan loslaat en in één keer doortrek, komt hij automatisch in de D terecht. En stopt hij bij de D. Wil ik hem een stand verder, moet ik hem nog ingeknijpt houden om naar manual te gaan. Indien hij in de stand manual staat, kan ik hier aan de zijkant met de plus en de min kan ik de versnellingen handmatig schakelen. Maar normaal gesproken zet u hem gewoon in zijn D. Het is een adaptieve automaat, dus hij regelt het heel goed zelf. In de bergen remt hij ook af als u de berg afgaat. En hij geeft een tandje bij als u de berg opgaat. Een heerlijke automaat om te rijden in deze camper. Dan ziet u ook een achteruitrijcamera. Ik heb nu even geen beeld omdat hij niet aanstaat. Maar dan krijgt u ook de achteruitrijcamera in beeld. Vervolgens hebben we hier in het midden de radio. Zet hem eenvoudig aan door op volume te drukken. En u kunt kiezen uit radio, de AUX-poort. Zelfs uw telefoon kunt u koppelen door middel van Bluetooth. En u kunt hieronder een gevaarlicht indrukken. En u kunt hier zien dat uw auto op slot staat. Als ik hem weer met de deurverhendeling losmaakt. Dus als u wilt checken als u gaat slapen of uw deuren wel dicht zijn, kunt u dat eenvoudig aan dat lampje even zien. Daaronder vindt u de kachelbediening, de ventilator met vier standen, de recirculatieknop, warm of koud, de airco en de richting waar de kachel heen moet blazen. En daarnaast nog eens een keer een extra 12 volt sigarettenaansteker. En helemaal rechts vinden we daar het grote dashboardkastje waarin dus de gasnippels liggen in dit geval. En ook nog een setje met reservebolletjes en zekeringen
en zelfs nog een parkeerschijf. Ja. De camper is aan deze zijde ook voorzien, aan de andere kant ook, van een ruime flessenhouder en een bekerhouder. U vindt nogmaals hier de bediening hendel van de stuurverstelling. Van deze kant af misschien even beter zien. En hierboven het kastje, de knop die wel verstopt zit achter de stuur normaal gesproken, om deze kast open te maken hierboven. U vindt in de deuren zelf nog een opbergruimte waar u aan deze kant de veiligheidsvestjes vindt en aan de andere zijde de verbandtrommel. De stoelverstelling heb ik net even laten zien al, maar die gaat hier door deze grote hendel op te tillen. En aan de zijkanten kunt u de hoogte verstellen door de pompjes omhoog of omlaag te gebruiken en uw onderbenen of benen te steunen met deze voorste knop. Aan de achterzijde vindt u een grote knop voor de gehele rugleuning en aan de andere kant nog een klein knopje waar u zelfs een lendensteun kunt instellen. De armleuningen kunt u eenvoudig naar beneden trekken en dan met een paar klikjes omhoog op de juiste hoogte installeren. Dan komen we nog even bij een aandachtspuntje, de handrem. De handrem heeft een speciaal vrijloopgedeelte, zodat u met het draaien van de stoel niet de handrem beschadigt. Het houdt in als je op de handrem staat, hij gewoon naar beneden valt. Ik trek hem even aan, iets verder, de knop indrukken en ik laat hem los. En nu is hij van de handrem af. U kunt altijd ter controle in de display het lampje zien van de handrem. Ik trek hem even aan, dat is dit lampje. U ziet hem nu knipperen als het goed is bij mijn vinger, zodat u goed kunt controleren of de handrem ook op of af zit. Dus nogmaals, ik doe hem indrukken los, ik trek hem aan, hij valt weer terug. Eraf halen is aantrekken, tegen de aanslag aan, indrukken, even doortrekken en loslaten. Veel succes! Dit was mijn uitleg van de 394. Ik wens u een hele fijne vakantie. En ik laat nog even één ding zien, want ik zou het bijna vergeten. U vindt voor in de cabine een blauwe map. Daarin vindt u de verkorte handleiding nog eens een keer geschreven van deze camper. U vindt daarin een schadeformulier en u vindt daar straks ook het kentekenbewijs met de groene kaart, het nummer van de alarmcentrale. Onze eigen telefoonnummers staan hierin, zowel het kantoornummer als het noodnummer voor buitenkantooruren. Ik wens u nog heel veel plezier.